Kijk, daar komt hij hoor. Hey. Goedemiddag meneer. Hallo. Hey, ik kom een tekening voor jou maken. Ja, wat zal ik voor je tekenen? Je weet van tevoren, als je 's morgens je bed uitkomt, weet je niet wat je 's middags gaat tekenen. Dus dat, je kan wel voor jezelf gedacht hebben van, ik ga de hele dag konijntjes tekenen. Maar als ze een raceauto willen, ja, zou je toch een raceauto moeten tekenen. Dus het houdt je alert, het houdt je scherp. Voortdurend kijken wat een kind wil. Dus heel, heel uitdagend. Kijk, daar komt hij hoor. Hey. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Hallo. Hey, ik kom een tekening voor jou maken. Ja, wat zal ik voor je tekenen? Een beer in de auto. Een beer in de auto? Ja. Die beer? Ja, die uit het raam hangt. Die uit het raam hangt. En gaan we dat doen. Zo. Jij bent goed in het bochtenwerk. Dan gaan we de beer in de auto tekenen, hè? Ja. We gaan er een kunstwerk van maken, Toeran. Het belangrijkste is eigenlijk dat je kinderen even de regie weer in handen geeft. Kinderen die willen wat getekend hebben en wij tekenen dat voor ze. En een kind mag alles bepalen. Op een blaadje is alles mogelijk. En op die manier proberen we even het ziek zijn te laten vergeten. En dan even de fantasie. Dat is gewoon leuk. En dat, ja, allemaal tevreden klanten tot nu toe. Is dat de onderkant? Dat is de onderkant, ja. Dat heb je goed gezien, zeg. Hey. Communicatieve speelt zeker een rol. In eerste plaats gaat het voor het tekenen. Dus dan, dat je, maar als een kind komt soms met hele verhalen van thuis, van school. Dus ja, daar moet je wel in meegaan. Je moet wel, terwijl je kan tekenen, een gesprek met zijn kind kunnen voeren. Of met ouders. Ja. Ja. Even een ander kleurtje nodig. Even een ander kleurtje nodig. Even een ander kleurtje nodig. Hoeveel vogeltjes zie je? 3. Fout, 4. Oh. Dat was eerst 3. Ja, dat waren de eerste 3. Ik maak een grapje. Ik teken wel dat jullie aan het racen zijn. De N van neus. Ja. En dan moet ik nog één dingetje bij maken. En dan is hij denk ik klaar. En dan komt hier mijn handtekening zo. Tadaa! Is die mooi geworden? Ja? Okay. Dan mag jij de tekening hebben. Toch kinderen even een momentje van ontspanning gunnen. Even inderdaad weer de regie van ik bepaal wat er gebeurt. En dan even het ziek zijn vergeten. Dat is echt het belangrijkste. We hebben het ook nooit over het zieke kind. We praten wel over, hè, met het kind over hobby's en liefhebberijen. Maar het ziek zijn, dat is voor ons eigenlijk niet belangrijk.